Enkele bewoners van de Kop van Oost wachten al meer dan een half jaar op een uitspraak over hun bezwaarschriften over het betaald parkeren. In het verleden was er gesteggel tussen de gemeente en bewoners over de parkeervergunningen. Door ingrijpen van de ombudsvrouw hebben de bewoners nu een parkeervergunning. Omdat deze tijdelijk is, vervalt de vergunning als een huis wordt verkocht. Hierdoor worden de huizen minder waard. De bewoners hebben de gemeenteraad ingeschakeld. Alle fracties zijn verbaasd dat het gemeentebestuur nog niet heeft gereageerd. Ja, de voltallige gemeenteraad heeft vragen gesteld hierover aan het college. Daar moeten we natuurlijk even afwachten hoe het college daarop reageert. De bezwaarschriftencommissie die heeft er lang over gedaan. Maar het college blijft natuurlijk wel eindverantwoordelijke voor de uitspraak naar de bewoners toe. De gemeente zegt dat er verschillende oorzaken zijn voor de late reactie. Ze gooien het op een computerstoring die in februari plaatsgevonden heeft. Het is een moeilijke zaak, vinden ze. Dus waar het precies door komt, weet ik niet. Maar ja, wij moeten gewoon iedere keer er zelf achteraan bellen. Het is nu weer wachten op een reactie van het gemeentebestuur. Het college zal er zorg voor moeten dragen dat de adviezen wel op tijd komen. Dat zij als zij een uitspraak moeten doen in de gaten houden of zij een advies al binnen hebben gekregen. Voor de bewoners houdt de ellende maar niet op. Ik zou gewoon anders willen om dit getouwtrek weg te gooien. Is gewoon een permanente vergunning en dan is iedereen voor mij blij. En de gemeente hoeft er verder ook geen tijd meer in te steken.